ben bij een hele bijzondere stichting, de stichting Stardo. Ik ga in gesprek met een aantal mensen, want ik ben benieuwd naar wat maakt deze stichting nou zo bijzonder. Kom, ga mee. Welkom. Dag. Welkom bij Stardo. Ja, wat is Stardo? We maken mogelijk dat mensen met minder mogelijkheden in beweging toch kunnen roeien op het water. Het gaat om fysieke beperkingen, maar gewoon ook mensen in het revalidatietraject. Ja. Wij hadden te maken met de vergrijzing en je wilt toch een continuïteit ook voor de toekomst borgen. Dus we moesten verjongen, was het doel, maar hoe doe je dat dan? En daarvoor hebben we dus met die ambitie de Rabobank clubondersteuning. En wat hebben ze dan gedaan? Wat is er uitgekomen? Met Marjolein van Wegen, projectbegeleider, zijn we eerst goed in gesprek gegaan met als doel het bereiken van een jongere doelgroep deelnemers en vrijwilligers. Daarbij hebben we sessies georganiseerd met vrijwilligers en deelnemers. Daar was de opkomst immens groot, daar waren we echt heel blij mee. Ja. En daar zijn hele goede actiepunten uit voortgekomen. Wat maakt deze stichting nou zo bijzonder? Dat de deelnemers ervaren dat toch te kunnen sporten maakt dat je je minder gehandicapt voelt. Ja. Dus iedereen kan roeien volgens jou? Iedereen kan roeien. Iedereen kan roeien, echt waar? Jij ook. Echt, ik ook. Ook met je arm. We gaan samen roeien, of niet? Zeker. Heb je er zin in? Altijd. Je hebt met heel veel vrijwilligers te maken. Zijn die vrijwilligers belangrijk voor jou? Zeker. Die maken het mogelijk voor mij om te kunnen roeien, hier op het water. Ook al zie ik de kant zo vaak niet door mijn visuele beperking. Zeker in het voorjaar met de zon om mijn gezicht. Ja. Heerlijk. Het is heerlijk om in de buitenlucht te kunnen sporten. Ja. Jij kunt mij coachen vandaag. Dat is goed. Ja? Heerlijk. Ja, leuk. Ik vind het leuk. Ik moet je vertellen. Oh man, ik ben kapot. Je ziet, naast goed materiaal en hulpmiddelen zijn het echt wel de vrijwilligers. Ja, zonder vrijwilligers is het echt gewoon niet haalbaar. Absoluut niet. Want dit is het moeilijkste, hè? Gewoon in een boot komen. In een boot komen. Gaaf zeg. Ja. En heb je al extra vrijwilligers gekregen? Ja. Ja, nog niet hoor. En ook al deelnemers. Dus we kunnen blijven roeien. We kunnen blijven roeien. Oh, oh, ja. Goed zo. Nou, was het leuk of niet? Het was echt super gaaf. Ja, ja, het was super gaaf. Geweldig.